Nou, ja, we zijn hier bij de schietclub Het Roosje in Langeboom. En we hebben vandaag een open middag. Dus we hopen dat we mee, maar mensen ja, die toch misschien nieuwsgierig zijn naar de schietsport, dat die hier eens komen kijken. En eens, ja, zelf ook proberen te gaan schieten. Ja, iedereen die een wapen vast kan houden, die mag komen schieten. En als je heel jong bent of oud bent en wat minder kracht hebt, dan kunnen we tegenwoordig opgelegd schieten. Dus dan hoef je het geweer of pistool niet meer in de hand te houden, maar dan kun je het opleggen op een standaard. En dan maakt het fysiek wat beter te doen. En zo kun je dus ook zouden gehandicapte schutters ook kunnen schieten. Want we hebben daar diverse mogelijkheden voor. Ik ben op het toernooi geweest in Denemarken. Ik heb daar 3 wedstrijden geschoten. Dat was dus op de vrijdag was het training. Nee, vrijdag was het schieten. Dus dat was gewoon een wedstrijd. Zaterdag was het wedstrijd en zondag was het wedstrijd. Donderdagavond van 5 tot 6 was het training. Dus kon je daar nog gewoon trainen. En in mijn klas had ik 17 tegenstanders. Maar die schoten allemaal heel hoog. Dus het was alleen even om te kijken, zeg maar, om dingen op te vangen. En om te kijken, oh, hoe doen andere schutters het? Of om dan dingen van te leren. Klote lampen of de klote vensters.